It's Me is eigenlijk een digitale identiteit. Dus wij laten burgers toe om zich online te gaan identificeren, in te loggen, transacties te bevestigen en documenten digitaal te ondertekenen. We hebben ondertussen meer dan 5 miljoen gebruikers en verwerken zo'n 20 miljoen transacties per maand. We hebben toch ook gezien dat er toch een verandering ook geweest is in de activiteit zelf. Dus we hebben een aantal use cases. Bijvoorbeeld het digitaal handtekenen, het tekenen van contracten, kon niet meer fysiek. Ook een aantal andere sectoren zijn ingestapt in It's Me. Ik denk maar aan de gezondheidssector, de dokter op afstand bijvoorbeeld. Het kopen van een auto op afstand, dat waren allemaal dingen die niet meer konden in de fysieke wereld. En daar heeft It's Me heel duidelijk een oplossing geboden. Cloud laat ons echt toe om mee te groeien in volumes en dat effectief ook te dragen. Op bepaalde momenten moesten wij 10 keer ons normale dagvolume verwerken. Dankzij de cloud is dat eigenlijk naadloos verlopen. It's Me is een digitale identiteit. Dat betekent dat wij data transfereren die echt linken aan het hart van wie we zijn als persoon. Dat moet natuurlijk op een zeer veilige manier gebeuren, met respect ook voor privacy. Dus dat zijn eigenlijk naast een goede user experience de basiswaarden van It's Me. Dat is onze raison d'être. We hebben voor Microsoft gekozen omdat Microsoft een zeer holistische aanpak heeft naar vertrouwen, naar veiligheid, naar privacy. Het feit dat nu natuurlijk ook een Belgisch datacenter wordt opgezet, is voor ons zeer belangrijk. Het brengt enerzijds de teams nog dichter bij elkaar, wat natuurlijk de interactie faciliteert. Anderzijds zorgt het er ook voor dat de data, die sowieso al binnen Europa opgeslagen waren, maar dat die nu ook natuurlijk nog veel dichter bij onze eindgebruikers staan. Er zijn in de toekomst nog heel veel andere toepassingen mogelijk. Vandaag werken wij vooral met de identiteitskaart, maar als individu word je natuurlijk ook gedefinieerd door heel wat andere datavelden. Ik denk bijvoorbeeld aan je rijbewijs, je diploma's, gezondheidsdata en dergelijke meer. En in een digitale context is het ook nodig om die data op een veilige manier te gaan uitwisselen.